Goedemorgen allemaal. Welkom bij de 10e Spomdag. Het is alweer de 10e keer dat we deze dag organiseren voor alle collega's van de 17 scholen. Een klein jubileum met een bijzondere thema vandaag. Innoverend leren in een ICT-rijke omgeving. Dan geef ik nu graag het woord aan onze bestuurder Marius Peters, die verder zal ingaan op het thema van deze dag. Goedemorgen allemaal. Dat innoverend leren in een ICT-rijke omgeving ontzettend belangrijk is voor kinderen. En als ik dan een paar dingen daaruit mag noemen, dat je ziet dat kinderen steeds meer in beelden gaan leren. Dat kinderen meer tegelijkertijd doen, die multitasking. Ze hebben een kortere spanningsboog, daar zullen wij mee moeten omgaan. Kinderen willen snelheid, willen eigen keuzes kunnen maken. De wereld door internet is natuurlijk veel groter geworden dan 20 jaar geleden. Het zijn eigenlijk allemaal wereldburgers. En als je dat daaraan koppelt, dan verdienen onze kinderen dat ze op een andere manier zich kunnen ontwikkelen. En dat is hartstikke lastig, maar ook een geweldige uitdaging. Meneer Kremers is er klaar voor, u bent er klaar voor. Uw aandacht en applaus voor Rob Kremers. Nou, kijk eens aan. Goedemorgen, hier staat waar ik ben. En het is in feite een verhaal dat helemaal is en gaat over de wereld van de kinderen in jullie klas. Waar komen die terecht? Wat moeten ze kunnen om te kunnen slagen? 1,2 miljard mensen in India, 650 miljoen mobieltjes, zijn er bijna 700 miljoen nu, en 300 miljoen toiletten. Het is allemaal een kwestie van prioriteiten, hè? En ja, bij ons gaat de smartphone mee naar de wc, dat kan in India niet. Ja, dat is wat, hè? Er zit een startdocument, inmiddels heel veel documentjes opengezet, al die digitale toetsjes. En je ziet, ik ben ook ingelogd. Ja, je krijgt wel heel veel mogelijkheden te horen, waar je iets eventueel mee zou kunnen in je groep en op school. En dan blijkt maar weer dat ICT gewoon zo enorm snel gaat. En in dit geval ging het om via een Gmail-account een weblog aan te maken voor een klas, desnoods voor een school. Waarop kinderen niet alleen kunnen werken en jij vervolgens als leraar geen controle hebt. Maar waarbij jij ook kinderen kunt laten inloggen en controle kunt uitoefenen op kinderen wat ze nou daadwerkelijk gedaan hebben achter een computer. Een week geleden is de publieke omroep vanaf 1 mei verplicht om een tijdslot op uitzending gemist te zetten. Hele discussie. En ik heb gediscussieerd met de directeur van BNN, want die was zwaar getroffen. BNN was zwaar getroffen. Dat zou ik vroeger moeten weten, hè? Waar ligt dan het Rutte? Ik bespeur bij mezelf enorme luiheid waar het gaat om als ik ergens naartoe moet rijden. Ik woon in Oostenrijk, begeleid veel scholen in Tilburg. Als ik er naartoe moet, zet ik bijna altijd de routeplanner aan. Daarin laten we kinderen eigenlijk open antwoorden geven. En dat werkt eigenlijk heel goed. Dus in de gewone leestaak kom je geen open vragen. Ja, eigenlijk zoiets wat van je is veel fijner. Geef tegen die één, tegen de vijand. Als jij botst tegen de muur, dan moet je teruggaan. Ja, het is wel een uitdaging. Het is een computerspelletje, dus heel aantrekkelijk. Dus het houdt wel een aandacht vast. Ja. Zoals ze in de methodes ook voorkomen en zoals ze volgens de kern moeten zijn. Ja. En je ziet nu, als je naar mijn lessen gaat, omdat ik deze zojuist heb geopend op een nieuwe pagina, staat deze daar nu ook bij. Jumping Apple. De concurrent van de echte Apple. Yes. Oké. Okay. Alleen je kan er niet mee bellen. Ja? Wij zijn een beeldverhaal aan het maken. Het gaat over een ongelukje bij het spelen. Goeie foto, hè? Als je een iPad inzet en je zet daar dingen op die voor leerlingen interessant zijn, dat ze als een soort van vanzelf aan de slag gaan. Toen hebben we dus op die iPads die leerlingen hebben een breuken-app gezet, die een soort van game is. Dus die leerlingen, die hadden geen, die wilden niet per se breuken leren. Helemaal geen zin in. Maar ze wilden wel die game halen. We zijn robots aan het programmeren, Jos. Ja. En dat gebeurt via de laptop. En dan voeren we een programma in en dan gaan we kijken of die doet wat we ingevoerd hebben. Ik ben niet erg technisch, maar dit is wel ontiegelijk leuk om met de kinderen te gaan doen.
En vooral, ik denk vooral bij onze school, ik zit te denken sowieso aan de plusgroep om daar eens mee te starten of zo. We hebben de K van klem en we zijn alles op de foto aan het zetten met de letter K, maar we zitten klem. Best goede ideeën opleverend om in de praktijk te gaan brengen met de kleine kleuters. Dus vanaf visuele ondersteuning geven. Vanaf maandag kun je zeggen, kan ik daarmee aan de slag? Minstens. Okay. De grote wc van die boekjes, als je denkt van ik wil zo'n thema op een ludieke manier aanhalen, dan kan dat misschien bij het intermoment van de dag gebruikt worden. Of ook als er nog wel één keer al internet op geweest zijn. En bedenk ook even de zin die je erbij wil bedenken. Oh ja, dat moet je ook. Prachtig. Oh ja. Hij print hem uit en die komt bij u en zegt van die en die en die opdrachten beheerst hij, dat onderdeel beheerst hij nog niet. Oké, okay, daar weet u dan. Ik krijg dus als leerkracht de mogelijkheid om heel veel digitaal te werken, waardoor je dus tijd wint ten opzichte van de methodes uitboeken. Ja, vroeger had je dus inderdaad nog, toen de computer niet was, had je dus dat je op zoek was naar plaatjes, tekening, om het voor de kinderen duidelijker te maken. Nu heb je inderdaad korte filmpjes van ongeveer tussen de 2 tot 4 minuten. Waar je kinderen in een hele korte tijd heel duidelijk maakt over waar het onderwerp over gaat. En ik denk dat kinderen daar heel erg mee geholpen zijn. De werkplek, ook voor leerlingen, is wezenlijk anders geworden. Informatie is overal. Vroeger zat informatie hier, of in het boek. En dan moest het mee doen. Of er stond een encyclopedie in de bibliotheek. En dat was dé informatie, jongens. Dus we gaan het glas eroverheen zetten. Nou is dit echt zo'n proefje waar je goed kunt waarnemen, waar je allerlei dingen kunt zien. Ja, eigenlijk makkelijk een toepassen in de klas op een eenvoudige manier. Ik mis alleen het ICT-gebeuren. Nee, want er zit een internetsite bij.